Nou, het museum is een museum voor moderne en hedendaagse kunst. En we hebben altijd een aantal tentoonstellingen van jonge kunstenaars of van opmerkelijke kunstenaars. En wij denken heel erg dat hun werk je aan het nadenken zet over onze maatschappij, over je uiterlijk, over hoe, ja, waar het tegenwoordig om gaat. Het gaat over een meisje dat alleen maar vloeibaar voedsel nog tot zich neemt. En ja, in hele grote hoeveelheden, waardoor ze af en toe ook ziek wordt. En dan gaat ze weer naar de wc en dan gaat ze daarna weer wegen hoeveel ze dan weegt. Dus ze is continu bezig met innemen hoe het er weer uitgaat en hoe ze haar gewicht kan blijven houden, dat ze niet te dik wordt. Maar het is ook ongelooflijk sneu, want omdat je daar zo door geobsedeerd bent, is dat het enige bijna waarvoor je nog leeft. Dit werk gaat over modellen in de modewereld die heel erg gezond zogenaamd zijn. Maar zo dwingend gezond om maar slank te blijven, bijvoorbeeld door heel veel water te drinken, dat ze daar ook weer ziek van kunnen worden. Want als je te veel water drinkt, gaat je natriumgehalte zo omlaag dat je zelfs een hartstilstand kan krijgen. Dit is Kelly, een personage die in New York woont. En die hebben ze ook echt gezocht via internet. Een meisje wat alleen maar food samples eet. Dus ze gaat allemaal dure winkels af waar je eerst iets kan proeven voordat je het echte krijgt. En die neemt ze allemaal mee naar huis. En dat eet ze. En ja, dan voelt ze zich niet schuldig. Als ze dan iets verkeerd gegeten heeft, dan is het maar zo'n food sample. En door in die enorme chique winkels te zijn, voelt ze zich ook tot die mensen behoren. Werk stelt heel veel dingen aan de orde die voor hen spelen, maar in de hele maatschappij spelen. En kijk maar op onze middelbare scholen, lees de kranten, hoe dat soms helemaal door kan slaan.